Lees je rijk en word de leesmiljonair! Samen met alle kinderen uit jouw bibliotheek gaan we proberen om 1 miljoen leesminuten te sparen. En alle kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 mogen meedoen. We eindigen met een spetterende afsluiting. Maar wat dat is, houden we nog even geheim. Wat moet jij doen om een echte leesmiljonair te worden? Ten eerste, score een leesmiljonair boekje. Die kun je gratis ophalen in de bieb of krijg je van je juf of meester in de klas. Ten tweede, zoek een goede plek uit om te lezen. En wil jij lezen als een echte leesmiljonair? Kijk dan naar de tips in het boekje. Ten derde, schrijf elke dag de minuut die jij hebt gelezen op in jouw leesmiljonairsboekje. En elke minuut telt en alles wat je leest telt mee. Boeken, tijdschriften, de verpakkingen die bij het ontbijt op tafel staan, alles telt mee. Dus alles opschrijven, hè? Ten vierde, aan het eind van de week schrijf je totaal aantal minuten van die week op in je leesmiljonairboekje. Zorg er ook voor dat je de minuten van alle weken bij elkaar optelt. Kom met je boekje naar de bieb, dan krijg je een stempel en bovendien nog eens 30 leesminuten extra. Maar waar kun je nu voor sparen? Bij 500 leesminuten heb je al een ticket voor onze vette afsluiting. Maar wat dat het nog is, dat is nog geheim. En bij 1000 leesminuten heb je al een bronzen diploma. En dan natuurlijk bij 2500 ons zilveren diploma. En bij 5000 een gouden diploma. Yeah! En bij ieder diploma mag jij deze schatkist een cadeautje uitzoeken. Met dit boekje hoef jij je niet te vervelen in de zomervakantie. Het staat namelijk vol met puzzels, weetjes, raadsels, moppen en nog veel meer. Ga dus snel aan de slag en veel leesplezier!